Dankjewel, Josephine. Dan gaan we alsnog nu even naar die boze reacties op dat rapport over misstanden bij de Voice. Ja, die boosheid is gericht op ITV, het bedrijf achter die productie, de Voice. Uit het onderzoek blijkt dat ze niet echt iets deden met de meldingen van slachtoffers. Veel te weinig in ieder geval. Die melden zich over wangedrag, maar dan werd er bijvoorbeeld gezegd dat ze maar aangifte moesten doen. Ja, de kritiek richt zich ook op John de Mol, want er zijn in al die jaren de Voice verschillende incidenten geweest. Verschillende personen, ook in de tijd dat hij daar eindverantwoordelijk voor is geweest. Maar hij zei eerder tegen Tim Hofman in Boos dat alles goed was geregeld voor slachtoffers om zich te melden. En Mariette Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, reageerde gisteren in Opeen. Ik moet in de loop van de dag eigenlijk steeds meer denken aan die uitzending van Boos, waarin John de Mol op het laatst eigenlijk een soort verbazing uitsprak en opriep aan de vrouwen van ga je melden, want we hebben het op orde. Nou, dat is in ieder geval vandaag helder. Het was niet op orde. Maar die uitspraken van John de Mol, van vrouwen, nou, er kwam natuurlijk meteen al veel protest op. Van vrouwen, meld je nou? Ik begrijp het niet. Nee. Nou, ik hoop één ding, dat hij het nu wel begrijpt. Ja, boze reacties dus ook weer naar aanleiding van dat rapport. Wat zegt dit u, deze hele toestand? Nou ja, in een context van diversiteit heb je een organisatieklimaat nodig waarin mensen zich vrij en veilig voelen om zich uit te spreken en ook weten dat er dan iets mee gebeurt. En ik denk dat niet alleen hier, maar nog in veel organisaties die situatie nog niet bereikt is. En dat Mariette Hamer dus er niet voor niets is en dat er nog veel werk aan de winkel is. Het weer nog, Jill.